Heb je iets gemerkt dat het weer een hectische week was afgelopen week bij Sparta? Ja, je krijgt natuurlijk genoeg signalen van de buitenwacht mee. Kijk, we lezen de kranten ook en we weten ook dat er een supportersvergadering is geweest. Van de andere kant, wij hebben er alles aan gedaan om het in ieder geval intern rustig te houden. In die zin dat wij moeten doen waar we ervoor zijn. En dat is voetballen en het liefst goed voetballen. En zorgen dat we 3 punten tegen Helmond pakken, want dat is hetgene waar we invloed op hebben. Hebben jullie dan afgelopen week meer met elkaar gesproken? Of zijn er individuele gesprekken geweest naar aanleiding van die wedstrijd bij Jong Ajax? Ja, we hebben gewoon een wedstrijdanalyse gehouden, of een nabespreking. Doe je altijd, denk ik? Ja, dat doen we altijd en nu ook. Alleen ja, goed, nu had je wat meer punten die je kon aangeven die niet goed waren. En af en toe moet dat ook kritisch. En dat is met name ook wat we uitgesproken hebben in de kleedkamer. Dat we elkaar best wel wat harder en kritischer mogen benaderen en dat dat echt geen kwaad kan. Ja, en in die zin hebben we wel even wat langer gezeten dan normaal, ja. En dan ben jij als een van de ouderen en meer ervaren spelers, een van de gasten die rol op zich moet gaan nemen? Jawel, maar dat heeft denk ik niet met leeftijd te maken. Dat heeft gewoon te maken met hoe ben je als persoon en met karakter inderdaad. Ja goed, we hebben gewoon een aantal jongens die dat heel goed kunnen. En dat moeten we ook gewoon gaan doen en daarom moeten we elkaar ook gewoon steunen. En ik vind het belangrijkste dat we als team elkaar moeten blijven helpen en niet nu het bijltje bij neergooien. Want dat is wel heel makkelijk. Snap jij dat die supporters actie gaan voeren tegen Helmond? Nou ja, ik heb in die zin wel begrip ervoor dat het voetbal natuurlijk niet altijd goed genoeg is. Niet goed genoeg, gewoon bij vlagen misschien ook wel slecht. Maar je moet ook reëel zijn. Ik denk dat wij er wel altijd alles aan doen om wedstrijden te winnen. En ik hoop in ieder geval dat mensen wel hun verstand gebruiken. En dat we in ieder geval toch in die zin steun mogen ontvangen. Dat we in ieder geval het idee hebben dat we een thuiswedstrijd spelen. Want ik denk dat van uitfluiten of weet ik voor wat, dat daar eigenlijk geen speler beter van is geworden. En dat hoop ik in ieder geval te voorkomen. Wat zou jij eigenlijk doen als jij Sparta supporter was? Nou ja, goed. Kijk, ik speel zelf nu bijna 2,5 jaar hier. En die teleurstelling die begrijp ik in die zin helemaal. Tenminste, ik heb in die 2,5 jaar natuurlijk ook aardig wat teleurstellingen meegemaakt. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat het klap op klap is. En dat op den duur de grens bereikt is. Ja, van de andere kant is het ook wel weer een andere situatie met andere mensen nu hier. Ja, die kun je dan niet altijd, die kun je niet altijd kwalijk nemen wat er in het verleden gebeurd is. En dat probeer ik alleen maar aan te geven. Van ja, goed, die teleurstelling die begrijp ik. Het voetbal is niet altijd even goed. Maar ja, daar proberen we aan te werken en proberen ze in ieder geval te steunen. En dat er ja, ludieke acties zijn of wat dan ook. Ja, oké, alle begrip voor. Maar probeer het in ieder geval op een normale manier te doen. Je hebt het over nieuwe mensen. Doe je dan op de training? Nou, onder andere een nieuwe trainer hebben we natuurlijk in dit seizoen gekregen. Maar ook nieuwe spelers. Dus ja, er zijn wel wat dingen veranderd. Dus ik denk niet dat het reëel is om hen verantwoordelijk te houden voor dingen die misschien in het verleden gebeurd zijn. Nee, in het verleden niet. Maar wel dit seizoen en ook dit seizoen. Een trainer belooft aanvallend voetbal. En als ik die supporters mag geloven op die supportersavond, die hebben het over angsthazenvoetbal. Dat kan je hem wel verwijten. Ja, goed. Maar dat is ook iets wat ik zeg, waar wij als groep aan moeten werken. En dat is gewoon het voetbal. Het voetbal moet gewoon beter. Daar zijn we het allemaal over uit. Dat wordt wel heel erg vaak gezegd, hè, dit seizoen. Ja, klopt. Maar van de andere kant ben ik dan ook redelijk kritisch. En dan zeg ik van, nou ja, hoeveel ploegen hebben hier beter voetbal gespeeld? Nou ja, dan ben ik met Eindhoven en Dordrecht ben ik redelijk snel klaar. Al zullen misschien mensen dat anders zien. Maar dat zijn in mijn ogen de ploegen die echt veel beter voetbal en goed voetbal spelen. Dus ja, wat dat betreft zijn er ook, ja, moet je ook afvragen of dat het altijd realistisch is om te verwachten dat we altijd iedere ploeg hier van het kastje naar de muur spelen. En dan kaats ik hem weer terug. Dat zijn twee ploegen die een veel lagere begroting hebben. Dus mag je van Sparta veel en veel meer verwachten. Ja, maar dat wil niet altijd zeggen dat het ook meteen in elkaar valt en dat het altijd goed is. Dat is iets, daar kan ik je gewoon gelijk in geven. Dat is gewoon zo. We moeten gewoon beter spelen en dat weten we ook. En daar moeten we ook wel de mogelijkheid voor krijgen. Kijk, ik zie wel een bepaald patroon erin. In die zin dat hoe langer de ploeg uiteindelijk samen is, hoe meer vastigheden en resultaten er komen. En dat is iets, ja, dat hebben we de afgelopen weken gezien, op de afgelopen twee wedstrijden na. Die supporters gisteren, die waren, die zeggen ook, joh, het is niet 11:30, het is geen 11:30, het is 11:40. Kijk nou naar vorig seizoen, ook toen ging het beter. Toen die trainer eruit, toen Vonk eruit ging en Ten Kate kwam. Die willen ook, een aantal van hen, dat Bogus eruit gaat. Snap je de redenatie? Ja, ik snap in die zin de redenatie wel. Ik bedoel, als de resultaten niet altijd goed zijn, dan is de trainer verantwoordelijk. Maar goed, ik denk niet dat het in dit geval de oplossing is.